Veel lichamelijke klachten hebben hun oorsprong in de plaatsing van de voet. Mensen blijven er vaak onnodig lang mee rondlopen. Veel van deze klachten zijn goed te verhelpen met een steunzool. Wij gingen langs bij Podoprinter voor meer informatie. Als je al een tijdje rondloopt met lage rugklachten, knieklachten of enkele voetklachten, zeurend gevoel, ga dan eventjes naar de podotherapeut of podoloog. Die kunnen een onderzoek met je doen om zeker te zijn dat het met een steunzool verholpen kan worden. Steunzolen zijn voor iedere leeftijd. Maakt niet uit of je jong of oud bent, de steunzool dient ervoor om je beter in beweging te krijgen. Die steunzool kan al van een kind van 4 of 5 jaar zijn en kan tot een leeftijd van 80, 90 nog aangeschaft worden om juist beter te kunnen lopen met minder klachten. De voordelen van het printen van een steunzool op een lopende band zorgt ervoor dat je steunzool langer meegaat, betere kwaliteit heeft, ook je levensduur wordt daarmee verbeterd. Als je kijkt naar het afval, zorg je dat je meer dan 80% minder vervuiling hebt. De energiekosten zijn lager. Ja, dan is de keuze snel gemaakt. Het verlopen van het proces bij het printen van een steunzool begint al bij de juiste scan maken van de voet. Het kan een 2D zijn of een 3D. Als die scan ingelezen wordt door de juiste maatnemer, kan die op zijn eigen manier helemaal zijn eigen steunzool produceren in het CAD/CAM-systeem. Als het CAD/CAM-systeem dan een printopdracht geeft naar de printer, gaat de printer zijn werk doen en zorgt dat het exact zo wordt als de maatnemer heeft gedacht. Je hebt verschillende soorten steunzolen. Het maakproces maakt veel verschil uit en er wordt vaak op een ambachtelijke manier gemaakt, helemaal met de hand, met gips en een beetje hierbij, een beetje daarbij en dan wordt het afgezogen op een speciale vacuumpers. Uiteindelijk hebben ze dat proces verbeterd naar een CNC-frees. CNC geeft alleen heel veel afval, 80%. Wanneer je kijkt naar het 3D-printen, kan dat op een flatbed. Dan heb je vaak een supportmateriaal nodig, zoals de meeste mensen weten. Zoals ook onder een hoek mogelijk is, op een lopende band, kun je het zonder support doen. En dat zonder support zorgt weer voor minder afval en betere efficiëntie. Steunzolen maak je duurzaam door te printen. Het uitgangspunt van duurzaam is natuurlijk minder afval. Om minder afval te produceren, energiezuiniger te produceren, ben je altijd beter voor het milieu. Heb je ook last van je voeten? Kijk dan voor meer informatie over steunzolen op onze website.